Goedemorgen allemaal, ik ben even niet zo lekker. Het is 5 over 5 en ik ben uitgenodigd om naar Londen toe te gaan om daar het concert van Shawn Mendes te kijken. Het is dus zo dat er misschien zelfs een meet and greet momentje in zit en dat ik Shawn Mendes mag ontmoeten. La 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 la. Dit is een leuk blouseje toch? Kijk, hij is ook gekropt. Oké. Waar zijn mijn schoenen? Oh. Twee t-shirts en een powerbank. Ik heb nog nooit met zo weinig spullen gevlogen. Oh my god. Oh, daar gaan we. Maar misschien moet je jezelf eens even voorstellen. Oh, maar ik vind het heel eng. Ja? Ik heb ook nog geen make-up op. Nee, maar je bent wel heel mooi. Is echt zo. Comment 1, 2, 3 als je er mooi vindt. Iedereen 5, 6, 7. 5, 6, 7. Het is heel vroeg. Het is... Nou, op zich nu valt het mee. Nu is het 7:30. Baby, normaal gesproken, I don't see the light of day voor 1 uur 's middags. Ik wil mijn sapje. Ja, we hebben 2 sportsjuices, want we zijn zo sportief. Wie heeft deze booze even gezien? It looks like diarrhea. Dat is heel lekker. Oh. Ik geef ook grinder. Oh. Oh. Hij wilde dat we dat zagen volgens mij. Het is een Colombiaan. I'm looking for techno. Oh, dat is een bepaald soort type. Ja, het is een bepaald soort type. Het is wel jouw bepaalde soort type. Ik heb hier dus de London. Kijk, wacht. Hoe noem je dat? Nee, dit noem je de Big Ben. Luc, doe nou niet zo stom. Doe niet zo stom, je weet dat dit de Big Ben is. Maar het is, kijk, er ligt overal troep in het water. It's just really disgusting and gross. Daar heb je dus die London Eye. En die ziet alles met zijn derde oog. I don't need no rocks. I don't need no drama when you call. Oké. Oeh. Korean fried cauliflower, chicken and sesame dumplings, roasted flatbread, fries. Nee, jij gaat niet nu. Mijn siget heeft mij ingehaald. En ik ben echt helemaal er doorheen op dit moment. Ik kan gewoon niet geloven dat het label van Shawn Mendes, dat ben jij. Ik kan gewoon niet geloven dat het label van Shawn Mendes mij heeft uitgenodigd om naar Londen te komen. Dit is Theatre Royal Drury Lane. Drury Lane. The Friends and Family Show. We zijn er hoor, en ik wil niet veel zeggen, maar kijk wat ik heb gekregen. Friends and Family VIP. Wij zitten gewoon Royal Circle. Ik weet niet eens wat het betekent, maar ik voel me helemaal gewoon gelukkig. Ja, laat inderdaad. Ja, Annelinde, laat maar even goed zien waar we zitten. Doe maar, laat maar even zien. Ja. Cheers. Cheers, hè? Man, ik heb zo veel zin hierin. Ik ben oprecht echt best een beetje hysterisch. En dit drankje is zo lekker. Ik ga zo lekker gewoon een beetje aangeschoten. Je weet wel, als je zo heel weinig hebt geslapen op een dag. Wist jij dat als je het over alcohol hebt, dan verdien je het toch niet aan je video? Ik doe het niet voor mijn geld. Ik doe het voor de passie en plezier.
Oh, ik weet zeker dat Sean naar mij gaat wijzen en gaat zeggen ik wil jou, mooie jongen. Ik weet niet zeker of het gaat lukken, maar het kan zijn dat ik vanavond naast hem sta. Je moet even leuk kijken, want dit wordt het moment waarop ik dan een pijltje in beeld ga zetten met kijk wie daar zit. Oh. I've always wanted to do something special like this, so... Dit was zo amazing. Dit was amazing. Het was heel intiem. Mm-hmm. En ik wist dat we gingen praten. Yeah. Maar dan nog, ik wil meer concerten zoals dit. Deze zaal was een soort van. Het deed me denken, ben je denken aan Tuschinski in Amsterdam? Maar het was volgens mij nog iets kleiner zelfs dan Tuschinski. Ja, het kleiner. Want volgens mij kunnen er maar 1200 mensen. Ja, het was echt min. Op het einde ging je eens Halleluja zingen. En dan ging het hebben over of we eens paddenstoelen hadden. You go, King. Hey, weet je wat mij verbaasde? Hij zong ineens over de rumors dat hij wellicht op jongens valt. Hij zei op een gegeven moment, zei hij, write whatever you like. Ja, letterlijk. It is whatever you like. Dus hij zei ook wel een beetje van, of je nou dit of dit schrijft, het is wat jij... Ja, it doesn't really matter. Nee, dus maar... het is niet echt per se... Hey, we zitten nu in een soort van afterborrel, het is heel gezellig. Het is heel klein en intiem. En Sean komt binnenlopen. Ik kan het gewoon even niet. Hij staat gewoon echt gewoon naast ons. Hij staat gewoon naast ons. Ik weet even niet zo goed hoe ik nu moet, welke houding ik moet nemen. Dus we gaan kijken hoe de avond loopt. Hij staat echt naast me, hè? Achter. Hij staat echt achter me. Kijkt hij al? Nee. Oké, okay, gelukkig. Als je kijkt moet je de telefoon weg doen, dat is toch makkelijk. Oké. Okay. Ik vind het heel spannend. I don't know why. Je hebt Shawn Mendes gewoon ontmoet. Ik was een beetje verliefd. Je was oprecht ook echt heel lief. Je stelde hem ook echt een hele goede vraag. Ik was gewoon heel benieuwd. Hij is nu helemaal met het nieuwe album. Hij is natuurlijk heel erg tender, heel erg cute, heel erg... Het voelt heel erg in de moment. Alsof hij letterlijk zijn ziel erin heeft. Ja, en ik vroeg me dus af, als je dan zo'n optreden doet, ben je dan meer of minder zenuwachtig? En hij zei minder. Maar dat vind ik wel een bijzonder antwoord, want... Ik dacht juist, als je zo erg in touch bent met jezelf, is het toch spannend om dat te delen, maar... Tegelijkertijd, ik snap ook wel wat hij zegt. Hij hoeft niet meer te bewijzen. Hij hoeft niet meer een soort van iemand af. Weet je wel? Ja, hij ging er ook echt best wel. Hij was echt, hij had echt letterlijk ook wel de aandacht voor je om het echt te vertellen. Ja. Dat hij echt zat van nee, ik ben juist veel minder zenuwachtig. Omdat ik nu voor het eerst soort van. En toen likte het in mijn oor. En toen zei nee, hij, ik hou van je. Dat is zo niet waar. Oh my god, ik ben terug in het hotel. Anthony is er ook. Wat vond jij van Sean? Nou, zo magisch. Zo, zeg maar, het is zo echt alsof je thuis een optreden krijgt. Zo'n gevoel kreeg. Het is echt heel mooi. Ik weet nu al, het is niet voor iedereen. Want het is geen Stitches, zeg maar. Het is geen... It's not up. Nee. Het is prachtig. Op het einde werd het wel een beetje zweefteverig. Op het einde ging hij ineens praten over paddo's doen en over jezelf ontdekken. En toen sloot hij het concert af met... Halleluja te zingen, een cover, terwijl hij deed het hele album en toen gewoon Halleluja. En toen dacht ik, oh my god, what in the Joshua Bassett is going on? Ja, nou, it's so cool. In één nummer zingt hij over, I don't care if you think I'm in a cult. En toen dacht ik, oh jee, welke cult? Ja, zit je in een cult? Dat dacht ik toen. Het zijn wel dagen zoals deze dat ik echt denk, wat is mijn leven? En hoe ben ik hier beland? Thanks guys. Voor jullie love, altijd. Ik weet nog dat ik naar influencers keek, dit soort dingen mocht doen. En ik dacht, wauw, dat is zo onbereikbaar of zo. Of dat is zo, dat wil ik, maar ik weet niet hoe. En ineens ben ik het. Iedereen kan dit. En uiteindelijk is niet ik de waarde, hè? Het zijn jullie, zeg maar. Ze nodigen mij uit, omdat jullie hier naar kijken. Ja, zo is het wel. Sean is zo'n lieve gast. Het is gewoon echt... Je voelde gewoon in alles dat hij helemaal zen is. Hij is gewoon helemaal happy met waar hij is, wie hij is. En ja, we praten maar 3 minuten of zo. Maar 3 is best lang hoor. Best lang. Dat je hebt echt een gesprek.
met de groep van Universal. Hopelijk hebben jullie genoten van deze korte en weirde vlog. Ik ben heel erg aan het vloggen op Snapchat nu. Dus als je me wil volgen, daar is het leuk. Of op Insta. En anders tot de volgende keer op YouTube.